voel dat die maand er weer moet gaan komen. Hij moet weer gaan komen, want onze imam is natuurlijk weer naar beneden gezakt. De meeste mensen bereiden zich voor op de maand Ramadan. Wat gaan we eten? Hoeveel gaan we eten? Wanneer gaan we boodschappen doen? Wat gaan we na het eten doen? Hoe gaan we de school inrichten? Alles draait alleen maar om onze maand, helaas. Wanneer wil je dan terugkeren tot Allah? Wanneer wil jij persoonlijk jouw band met Allah gaan verstevigen als jij het niet doet tijdens de maand Ramadan? إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم أجرني وإياكم من النار ثم أما بعد يقول الله سبحانه وتعالى في قرآنه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما Geliefde aanwezigen, voordat ik begin met mijn Jumu'ah, wil ik even het volgende zeggen. Het is elke keer een hele eer voor mij om hier voor jullie te preken. Ik meen het echt. En als er dan een paar weken voorbij zijn gegaan en ik zie dan op een gegeven moment in mijn agenda dat het mijn beurt is, dan krijg ik echt een heel erg lekker gevoel in mijn hart. Dan denk ik bij mezelf, ik heb weer van Allah subhanahu wa ta'ala de mogelijkheid gegeven om voor mijn geliefde broeders en zusters iets te vertellen. Iets waar ik heel erg mee zit, iets waarvan ik denk dat ik om te beginnen het nodige en waarmee ik jullie zeg maar mee in wil laten delen. Dus eventjes ter verduidelijking, ik kom hier niet zomaar. Ik vind het geweldig en ik hoop hier nog lange tijd te mogen komen. En natuurlijk, geliefde broeders en zusters, is er maar één onderwerp waar we het over kunnen gaan hebben vandaag. Er is maar één onderwerp die natuurlijk besproken gaat worden en dat is natuurlijk de komst van de maand Ramadan. Geliefde broeders en zusters, de komst van de Ramadan, hij staat hier voor de deur. Wat gaat de tijd toch snel? Wat gaat de tijd toch hard? Vorig jaar hebben we ons al het eind, heb ik hier, alhamdulillah, wederom heeft Allah mij vorig jaar hier de eer gegeven om met jullie het eind te verrichten. En hadden we de maand Ramadan achter de rug en hadden we gesproken dat degene die wil weten of zijn maand Ramadan geaccepteerd werd door Allah, dat daar tekenen voor zijn dat hij dan als het ware een soort van door moet gaan op de ingeslagen weg die hij had genomen tijdens de maand Ramadan. En nou zijn we weer, en nou is hij er weer. En we voelen allemaal, althans ik voel, dat die maand er weer moet gaan komen. Hij moet weer gaan komen, want onze imam is natuurlijk weer naar beneden gezakt. De moskeeën zijn weer een tijdje leeg geweest, maar alhamdulillah heeft Allah subhanahu wa ta'ala met zijn wil en met zijn almacht en met zijn, ja wat zal ik zeggen, met zijn liefde voor ons, deze maand weer voor ons laten komen. En wij hopen natuurlijk dat wij nog in leven zullen zijn wanneer deze maand zal aanbreken. Een gezegende maand waarin Allah subhanahu wa ta'ala voor ons het vasten heeft verplicht gesteld. En in deze geweldige maand, geliefde mensen, zullen vele wonderen plaatsvinden. We weten allemaal dat, dit zeggen we elk jaar, wanneer Ramadan aanbreekt, dan zullen de deuren van het paradijs opengaan. De deuren van de hel zullen gesloten worden. En de duivels van de djinn, die zullen geketend worden. En met deze woorden verwelkomde de profeet Mohammed sallallahu alaihi wasallam elk jaar deze geweldige maand voor zijn metgezellen. En dit deed hij zodat zij zich ook konden voorbereiden. Voorbereiden klaar zouden staan om deze geweldige maand die over een paar dagen zal aantreden, zal zullen verwelkomen. Het duurt nog even, geliefde broeders en zusters. Nog even en deze maand die zal beginnen. En de meeste mensen hebben ongetwijfeld, elk jaar horen wij hetzelfde verhaal. Elk
elk jaar horen wij dat er heel veel voordelen zijn van deze maand. Dat hebben wij gehoord en dat we elkaar natuurlijk hier ook aan moeten herinneren. Verdikker in met dikker op de fijne opinie. Herinner elkaar, want het elkaar herinneren is van nut voor de gelovigen. Niet voor de moslims, niet voor de mensen, maar voor de gelovigen. Elkaar herinneren dat deze maand er aankomt. En de profeet heeft gezegd, als de eerste nacht van Ramadan aanbreekt, worden de duivels en de slechte jins geketend. De poorten van de hel gaan dicht. En er zal geen poort opengaan en de poorten van het paradijs zullen geopend worden. En geen één poort zal gesloten worden. En dit zijn voor mij zaken, dat wil zeggen dat het heel lastig is om zeker gedurende de maand Ramadan de hel binnen te treden. Dan moet je zulke verschrikkelijke slechte daden verrichten, dat Allah subhanahu wa ta'ala jou in die maand niet vergeet. En dat je dan misschien wel tot degene zal behoren die verlies hebben geleden gedurende de maand Ramadan. En wanneer er gesproken wordt dat de poorten van het paradijs open zijn, dan is dat wat mij betreft dat het enorm makkelijk is om voor ons gedurende de maand Ramadan het paradijs te verdienen. De hasanaat die wij kunnen krijgen gedurende andere maanden worden in de maand Ramadan verveelvoudigd. De poorten van het paradijs zijn open, dat wil zeggen, schiet maar raak. Maak gebruik van alles wat je doet in de maand Ramadan. Zal inshallah door Allah subhanahu wa ta'ala geaccepteerd worden. En jouw goede daden, waar je normale goede daden voor krijgt, zullen verhonderd, misschien wel verduizendvoudigd worden door Allah subhanahu wa ta'ala. En dan zal er een oproepen, wanneer de maand aanbreekt, die zal dan het volgende roepen. O zij die het goede willen, kom naar voren. En o zij die het slechte willen, blijf hiervan weg. O jij die het goede wil, de maand Ramadan staat voor de deur, geliefde aanwezige. Maak gebruik van dat jij ook het goede gaat willen. En o jij die het slechte wil. Niemand wil van ons het slechte. Maar het komt er eigenlijk op neer dat er mensen zijn die er niets aan kunnen doen, dat zij misschien wel het slechte gaan doen. Ze zijn daar misschien een soort van verslaafd aan. Ze zijn daar aan vastgeketend. Ze zijn in de macht van bepaalde geheimzinnige krachten waar zij geen controle over hebben. Dan zeggen wij, nou komt de kans voor jou. De kans voor jou om daarvan weg te blijven. En Allah subhanahu wa ta'ala zal elke nacht mensen redden van het vuur, geliefde aanwezigen. Elke nacht zal Allah subhanahu wa ta'ala gedurende de hele maand Ramadan zal hij mensen redden van het vuur. En uiteraard, niet alleen maar het vuur van het hiernamaals, maar ook van het vuur die we hier in het heilige leven meemaken. Het vuur van ongeluk, het vuur van benauwdheid in jouw hart, het vuur van stress, het vuur van depressie, het vuur van geestelijke ziektes. En ook daarvan word je gered door Allah subhanahu wa ta'ala. Want we weten allemaal, geliefde aanwezigen, we weten het allemaal dat we ons goed voelen tijdens de maand Ramadan. Dat wij kracht hebben, dat wij het eigenlijk naar ons zin hebben. En als we dan gaan kijken, de nachten zijn kort, we hebben hoofdpijn, we hebben honger, we hebben dorst. Er is eigenlijk niets waarover wij tegen elkaar kunnen zeggen dat we het leuk vinden. Maar het gaat om de innerlijke kracht die wij van Allah subhanahu wa ta'ala krijgen. Het gaat om het innerlijke vuur die in ons brandt om het goede te gaan verrichten gedurende deze maand Ramadan. Geliefde aanwezigen, deze maand Ramadan is een speciale maand. Allah zegt hierover, hij zegt, ja ayyuhal ladina amanu, kutiba alaykum as-siyamu kama kutiba ala ladina min qablikum, la'allakum tattaqun. Een vers, een teken, een ayah uit de Koran, die we elk jaar horen. Elk jaar horen we die aan het begin van de maand Ramadan, voordat het komt. We horen hem tijdens de maand Ramadan, tijdens Jum'a, tijdens lezingen. En elke keer worden we eraan herinnerd. Ja ayyuhal ladina amanu, o jullie die geloven. Hier spreekt Allah de gelovigen aan. Kutiba alaykum as-siyamu kama kutiba ala alladhina min qablikum. Het vaste is jullie vol vastgesteld. Het is vastgesteld door Allah. Hier is geen discussie over meer mogelijk. Het is een zaak die door Allah subhanahu wa ta'ala zelf is voorgeschreven aan ons. Kutiba alaykum as-siyamu. Het vaste is jullie verplicht gesteld. Net zoals het was verplicht gesteld aan de mensen voor jullie. Zoals het verplicht was voor hen voor jullie. Dus deze zaken, ladina amanu en siyam, zijn twee zaken die elkaar te maken hebben. Jij kunt niet gaan vasten indien jij geen gereinigde geloof in jouw hart hebt. Hoe mooi is het wel niet? En heel veel mensen vinden het een kwalijke zaak. Maar ik zeg je, ik vind het een goede zaak. Dat ieder heel veel
veel mensen die niet praktiseren, die ver weg zijn van Allah, op het moment dat Ramadan verschijnt, dan vasten zij. En dan zie je toch dat er diep verborgen in hun hart, onder al die lagen van verleidingen, daar zit iman. Maar die iman die moet eruit komen, die iman heeft water nodig, hij moet door die lagen heen om eruit te komen, zodat die persoon die gevangen zit in het verrichten van slechte daden, dat hij daar op een gegeven moment van wegblijft en dat hij dan op een gegeven moment het goede gaat doen. Hier zie je, Allah spreekt de gelovige aan en hij zegt, het iman was siyam. Dus het geloof, iman in je hart en het praktiseren van die iman, het laten zien van die iman is een van de zaken die komt uit in het vasten. La'allakum tattaqoon. En hier wordt door Allah subhanahu wa ta'ala eventjes het doel van het vasten aan ons uitgelegd. Hij zegt hier, hopelijk zullen jullie bewust worden van Allah. Zullen jullie bewust worden van het feit dat ik aanwezig ben. Zullen jullie bewust worden van wanneer jij een slechte daad verricht, dat ik dat zie. En wanneer jij een goede daad verricht, dat ik dat ook zie. En dat wanneer jij een slechte daad verricht, dat ik daar niet blij mee ben. Wees daar bewust van. Kijk maar hoeveel mensen tijdens de maand Ramadan, zomaar tijdens het vasten, voelen wij ons afhankelijk van Allah. Heel veel slechte daden die wij normaal doen, op de een of andere manier zien we dat we tijdens de maand Ramadan die dingen niet meer moeten doen. Hoeveel broeders en zusters die zeggen, oh jee, ik ben op een plek waar ik niet mag zijn, want ik ben nu aan het vasten. Sommigen die zeggen, oh jee, ik mag niet over die en die praten, want ik ben aan het vasten. Heel veel mensen die heel normaal kijken ze naar dingen tijdens de maand Ramadan, zien we dat de afstandsbediening binnen handbereik ligt en dat wij automatisch op de een of andere manier snel wegzetten. Waarom? We zijn bewust van de aanwezigheid van Allah subhanahu wa ta'ala. We zijn bewust dat Hij op ons let en wij willen onze vasten, willen wij zo goed mogelijk behouden. Wij willen zo zuiver mogelijk gaan vasten, want we zijn bewust van de aanwezigheid van Allah. Hier zie je dat de taqwa die wij normaal gesproken gedurende het hele jaar, dat die een beetje verwaterd, dat hij tijdens de maand Ramadan weer een boost krijgt. Het krijgt weer vorm, we kunnen het weer vastpakken. De taqwa, de godvrezendheid, de godsbewustheid krijgt weer vorm. We kunnen het weer omarmen, we voelen ons goed. Alhamdulillah. En dan zeggen we hier in Allah subhanahu wa ta'ala, dan zegt hij, een vastgesteld aantal dagen, en jij bent ma'dudat. Hiermee kunnen we ook gaan zeggen, het is heel snel, de maand Ramadan is heel snel voorbij. We weten het allemaal, voordat we het weten is de eerste week voorbij. Voordat we het weten zitten we over de helft. En voordat we het weten zitten we af te tellen vanaf 20, 21, 22, 23. En opeens geliefde aanwezigen zijn we hier met z'n allen. Zal het leed aan het doen? Zijn we hier met z'n allen het feestgebed, het leedgebed aan het verrichten? Alhamdulillah. Maar wat is nou eigenlijk deze maand Ramadan? Deze maand Ramadan zegt Allah subhanahu wa ta'ala hier als eerste over. Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an. Allah zegt niet, Shahru Ramadan is de maand waarin je moet vasten. Nee, Allah zegt, Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an. De maand Ramadan is de maand waarin de Qur'an is neergezonden. Waarom is deze Qur'an neergezonden? Hier zegt Allah, Hudan linnasi wa bayyinatin min al-huda. Het is als leiding voor de mensen en een duidelijk bewijs voor deze leiding en een onderscheiding en een onderscheiden tussen goed en kwaad. En in nasi min al-huda wal furqan. En dan zegt Allah hier, فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمْ شَهْرَ فَلْيَصُمْ. En wie van jullie er getuige van is, wie van jullie het geluk heeft om tijdens de maand Ramadan in leven te zijn, laat hem er dan in vasten. Hiermee zegt Allah, deze maand Ramadan is de maand waarin jullie gaan vasten. Maar de eerste waarin over hij de maand Ramadan praat, is de Koran. Allah zegt hierover dat de Koran is neergezonden. Een maand waarin wij terugkeren tot de Koran. Een maand waarin Imam Malik, rahimahullah, die legt al zijn wetenschappelijke boeken weg. En hij pakt de Koran. Hij gaat de hele maand alleen maar zich bezighouden met de Koran. Alleen maar de Koran lezen en overdenken. Probeer de Koran te overdenken, probeer een ayah te begrijpen, probeer een vers voor jezelf te interpreteren. Probeer dat en dan zul je zien dat je op jouw eigen niveau op een gegeven moment begrip gaat krijgen, dat je op een gegeven moment dingen gaat snappen. En helemaal wanneer jij in staat wordt gesteld door Allah om misschien wel een tafsirboek in het Engels of in het Nederlands tot je te nemen en misschien sommige versen te gaan bekijken en daar de vertaling van gaan lezen en kijken wat sommige geleerden erover hebben gezegd
En dat jij voor jezelf op je eigen niveau gaat kijken, wat kan ik met deze eieren, wat kan ik met dit vers, wat kan ik ermee? Hoe kan ik daarmee mijn gedrag gaan verbeteren? Hoe kan ik mijn buren tegemoet gaan treden? Hoe kan ik mijn relatie met Allah subhanahu wa ta'ala verbeteren? Hier is de maand Ramadan uitermate geschikt voor. Shahr Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an. Hudan linnasi wa bayyinatin min al-huda wal-furqan. Het is de maand Ramadan. De maand Ramadan is de maand waarin de Koran is neergezonden. En deze Koran is neergezonden als leiding voor de mensen. En een duidelijk bewijs van deze leiding en een onderscheiden tussen goed en kwaad. En wie van jullie er getuige van is, wie van jullie nog in leven is in deze maand, laat hem erin vasten. Geliefde aanwezigen, wanneer wij als moslims zoiets horen, dan moeten wij blij zijn en verheugd zijn. Wanneer wij zoiets horen, zal het geluk voor ons compleet zijn als de maand Ramadan aankomt, wanneer hij aanbreekt. En dan hebben wij natuurlijk goede intenties en dan denken we erover na. En deze blijheid, geliefde aanwezigen, die ontstaat met de komst van de Ramadan, die zal jou enorm helpen om je best te doen gedurende deze maand Ramadan. Ik zal je zeggen dat er heel veel mensen gewoon angst hebben voor de komst van de Ramadan. Ik heb zelfs iemand gehoord, iemand waarvan je zou zeggen van dat kan, en zegt: oh jee, de Ramadan komt eraan, wat moet ik doen? Een vraag die hij dan misschien, je zou dan kunnen lachen, maar als je gaat nadenken, wat moet ik doen? Je moet je tijdens deze maand, moet je ten eerste natuurlijk Allah vragen of jij wel in leven zult zijn gedurende deze maand. Dat jij er getuige van wordt door Allah subhanahu wa ta'ala. En dat jij het ziet als een enorme kans. Een kans waarin jij natuurlijk jouw paradijs veilig gaat stellen. Een kans waarin jij jouw gedrag gaat proberen te veranderen. Een kans waarin jij dichter tot Allah subhanahu wa ta'ala gaat komen. Een kans waarin Allah subhanahu wa ta'ala jouw zonde gaat vergeven. Wat een geweldige maand hebben wij van Allah subhanahu wa ta'ala gekregen. En wij vragen Allah subhanahu wa ta'ala om ons aanwezig te laten zijn gedurende deze maand. En dat wij inshallah de daden gaan verrichten die ons tot een beter mens gaan maken. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. We weten dat heel veel mensen die bereiden zich voor op de maand Ramadan. En heel veel mensen, hier is niks mis mee, maar er moet een balans zitten. De meeste mensen bereiden zich voor op de maand Ramadan. Wat gaan we eten? Hoeveel gaan we eten? Wanneer gaan we boodschappen doen? Wat gaan we na het eten doen? Hoe gaan we de sahur inrichten? Alles draait alleen maar om onze maag, helaas. Alles draait alleen maar om onze maag. Alhamdulillah hebben wij van Allah volop voedsel gekregen. Laten we proberen om voor één maand in het hele jaar het voedsel pas op de tweede of de derde plaats te nemen. Laten wij gedurende deze maand onze ziel voeding geven. Onze geestelijke kracht. Dus laten we ons elkaar voeding geven aan onze ziel. Met de aanbidding van Allah subhanahu wa ta'ala. Vergeet wat er op tafel wordt gelegd. Is van secundair belang. Is niet belangrijk. Want uiteindelijk, zodra het door je keel heen is, zit het in de maag, dan zit het in je maag. Let daarop dat dat niet opeens. Heel veel zusters, heel veel vrouwen brengen de hele dag door in de keuken. De hele dag door, want dit moet gemaakt, dat moet gemaakt en dit moet gemaakt. En wij als mannen bellen onze vrouwen dan ook van ons werk. Vergeet ik dat niet te maken, vergeet dat niet te maken. Ik ga nog even langs de winkel en ik koop nog even dit en ik koop nog even dat. En uiteindelijk weten we het allemaal dat we er één klein hapje hebben genomen, dan zitten we alhamdulillah al vol. Hou daar rekening mee. Hou er rekening mee dat het belangrijkste van de maand Ramadan is dat jij op zonde wordt vergeven. En dat je terugkeert tot Allah subhanahu wa ta'ala. He? Wanneer jij niet terugkeert tot Allah in de maand Ramadan, waarin Allah het voor iedereen zo gemakkelijk heeft gemaakt om terug te keren tot hem. Wanneer wil je dan terugkeren tot Allah? Wanneer wil jij persoonlijk jouw band met Allah gaan verstevigen als jij het niet doet tijdens de maand Ramadan? Wanneer wil je dat gaan doen? In de andere maanden? Hier is de maand Ramadan uitermate geschikt voor. Een maand waarin wij automatisch, kijk wat we allemaal doen. Ten eerste zijn we de hele dag aan het vasten. De hele dag zijn wij in de ibadah, inshallah. De hele dag zijn wij in de aanbidding van Allah subhanahu wa ta'ala. Wij laten hetgene wat halal is. Wij laten onze eerste levensbehoeften, eten en drinken,
En niemand van ons die er ook maar aan denkt om te gaan eten. Je bent alleen, niemand is thuis, de koelkast zit vol. De lumpia's van gisteren liggen voor je neus. En toch denk jij er niet aan om te gaan eten. Alsof je zegt een hongerige leeuw wordt, die staat daar en hij denkt er niet eens aan om te gaan eten. Het komt niet eens in je op. Dit is echt een godsbewustzijn. Je bent in een ibadah. Kijk eens wat je alleen maar overdag aan het doen bent. En je merkt ook dat je dan op een gegeven moment dat het gebed ook beter gaat overdag. Je 5 dagelijkse gebeden die gaan sowieso beter gedurende de maand Ramadan. En allemaal, zodra het avond is, we zijn moe, we hebben slaap, we hebben de hele dag gevast, we hebben gewerkt. En toch krijgen we ergens de energie vandaan van Allah om in onze auto te stappen en naar de moskee te gaan. En we gaan in rijen achter de imam staan. En we blijven gedurende de nacht op een hele lange manier, urenlang ongeveer, met de isha erbij, is het een uur, 5 minuten, uren, 10 minuten, zijn wij al aan het bidden. En niemand van ons die daarover klaagt. En niemand die er ook maar aan denkt om 1 dag te skippen. Niemand die bij zichzelf denkt van, ik ga vandaag even niet naar de moskee. We willen allemaal de hele maand, willen wij volledig die 8 rakaat en de spijl achter de imam, willen wij dan doen. Moet je kijken, wat dit is niet normaal. En dan gaan wij ook nog eens en dan bidden we, en dan zie je ook dat tijdens de fajr 3-4 rijen zijn, waarbij normaal gesproken een halve rij tijdens de fajr is. Waar komt dit vandaan? Stel jezelf deze vraag eens eventjes, waar dit vandaan komt en hoe het nou komt dat Allah jou heeft uitgekozen om jouw getuige te laten zijn van deze maand. Dit is een gunst van Allah subhanahu wa ta'ala. Een gunst die wij zelf niet eens in de gaten hebben. Een gunst waarin wij straks, wanneer wij terugkeren naar Allah, dan pas geliefde aanwezigen. Dan pas zullen wij zien wat een gunst de maand Ramadan is geweest. En wat voor moois het ons heeft gebracht. En hoe weinig er wij van hebben geprofiteerd. Laten we deze maand Ramadan voor onszelf, zodat je het voor jezelf gaat zeggen, misschien komt er hierna voor mij geen Ramadan. Dus ik ga alles eruit halen wat erin zit. Ik ga tijdens deze maand ga ik terugkeren tot Allah. Ik ga een relatie met hem opbouwen. Ik ga een liefdesrelatie met mijn Heer opbouwen. Ik ga een liefdesrelatie met mijn Heer opbouwen door hem te aanbidden. Ik ga veelvuldig voor hem buigen. Ik ga veelvuldig voor hem knielen. Ik ga zijn woord, de Koran, die ga ik lezen. Ik ga zoveel lezen alsof ik nog nooit, alsof dit mijn laatste kans is dat ik ooit de Koran ga lezen. Ga ik lezen deze maand. Ik ga proberen te overdenken wat erin staat. Ik ga proberen sommige ayaten, sommige versen en sommige tekenen ga ik lessen proberen uit te halen voor mezelf. Ik ga misschien wel een uitleg van een ei of van een sora op YouTube ga ik luisteren. Ik ga naar lezingen. Ik ga deze maand voor mezelf. Ga ik zoveel mogelijk eruit halen wat erin zit. En wat is eruit halen wat erin zit, geliefde aanwezigen? Is zoveel mogelijk ibadah verrichten. Zoveel mogelijk aanbidding verrichten. En proberen zoveel mogelijk om Allah te vragen om jou zonde te vergeven. Als we tijdens de Ramadan niet terugkeren tot Allah, wanneer dan wel? En dan zegt Rasulullah hierover, als tot een persoon de Ramadan is gekomen en weer weggegaan zonder dat Allah hem heeft vergeven, dat wil zeggen dat jij niet ten goede bent veranderd. Dat jij niet ten goede bent veranderd als jij in de maand Ramadan, begin jij in de maand Ramadan als een normale goede moslim, aan het eind van de maand Ramadan moet jij duidelijk een beter mens zijn geworden. Duidelijk een betere moslim ben geworden. Als jij dat voelt en je ziet het, dan weet jij dat Allah jou heeft vergeven. Maar heel veel broeders en zusters, heel veel mensen, gedurende de maand Ramadan, ze beginnen aan de maand Ramadan en ze tellen de dagen af alsof er een zware ketting hun naar achteren trekt. En elke dag halen ze een schakel ervan af en dan eindelijk is de maand Ramadan afgelopen en dan zijn ze los. En alsof je een tijger loslaat, een hyena loslaat op iets wat hij helemaal niet heeft mogen doen. We zien meteen, helaas, echt erg, dat heel veel broeders en zusters meteen weer terugvallen in hun oude gedrag. En weet je wat dan het probleem is? Misschien hebben die mensen wel alleen maar honger en dorst overgehouden aan de maand Ramadan. En heeft Allah subhanahu wa ta'ala hun helemaal niets vergeven. En hebben ze helemaal niets geprofiteerd van de aanwezigheid van de maand Ramadan.
Laten wij niet tot die mensen gaan behoren, geliefde aanwezigen. Laten wij er proberen voor te zorgen dat wij de zegeningen die er zijn gedurende deze maand, wij die ook verkrijgen. Laten wij ervoor zorgen dat wij de leden tot kader, die door Allah subhanahu wa ta'ala wordt omschreven als geel en fisaal, beter dan 1000 maanden, beter dan 1000 maanden, 1 letter uit de Koran lezen, 1 woord uit de Koran lezen gedurende die nacht, is dat beter dan wanneer iemand 83 jaar, 3 of 4 maanden lang non-stop de Koran leest. 1 of 2 rak'at gedurende die nacht, 1 dua. Wij weten zelf niet wat dat allemaal teweeg gaat brengen. De mensen vroeger leefden lang, heel lang, 1000, 1500 jaar, 2000 jaar. En die hadden dan de mogelijkheid om gedurende een hele lange periode goede daden te verrichten. Terwijl de omma van Mohammed sallallahu alaihi wasallam, wij hebben 60, 70 jaar. En boven de 70 jaar is extra tijd. Dat is de verlenging. Boven de 70 is alleen maar een gunst van Allah aan te halen. Dus de mensen kunnen niet zoveel goede daden verrichten als vroeger. Maar Allah heeft ons hele adder gegeven. Stel je voor dat jij 50 jaar, 60 jaar hebt gevast hier op aarde. En je hebt 50 jaar lang, heb jij hele adder, heb jij meegemaakt. Dat wil zeggen dat je dus 50 jaar lang in één nacht meer dan 83, 80 jaar of wat dan ook. Dan zit je misschien wel aan de 4, 5, 6.000 jaar of wat dan ook. Hele simpele berekening. Geliefde aanwezig. Deze maand Ramadan, hij zal komen en hij zal gaan. En wanneer die is gekomen, verplicht jezelf om dan blij te zijn. Verplicht jezelf, verlang ernaar. Verlang naar de goede dingen die erin zijn. Wees ervan overtuigd dat met de honger die jij gaat lijden daar, inshallah, dat jouw lichaam zichzelf aan het herstellen is. Jouw lichaam is bezig om de afvalstoffen te verwijderen. Jouw lichaam is bezig om gezond te worden. En jij voelt je ook lichter in jouw geest. Jouw ibadah zal makkelijk gaan. Jouw aanbidding van Allah zal gemakkelijk gaan. Maar wanneer jij met het verborgen, wanneer het tijd is om de vaste te verbreken. En jij eet en je eet en je eet. Dat je op een gegeven moment je eigen stoel niet meer uit kan komen. Dan wordt het heel makkelijk om gedurende. Dan wordt het heel moeilijk om achter de imam de tarawih vol te houden. Hou een beetje licht over. Je maag hoeft niet te ontploffen. Hou het een beetje in. Wees niet bang van honger. Wees niet bang van dorst. Wees vereerd dat jij honger en dorst hebt. Als jij hoofdpijn hebt gedurende de dag, dan moet je weten dat dat een soort afkikverschijnsel is. Een soort afkikverschijnsel. Want je bent gewend om de hele dag koolhydraten, weet ik het allemaal, tot jou te nemen. En allerlei vet en alles. Je lichaam is daaraan gewend. En nou komen die dingen niet meer. En wat gebeurt er dan om 1 uur of 3, 4? Krijg je hoofdpijn. Je zou bijna zeggen, dit is een soort van afkikverschijnsel. Dit is nergens op gebaseerd, hoor. Dit is gewoon voor mezelf. Ik vul het voor mezelf zo in dat ik denk van, subhanallah, die hoofdpijn is goed. Ik ben blij dat Allah mij deze hoofdpijn heeft gegeven, want ik weet het alweer, ik ben aan het vasten. En het erge is, of het erge en het mooie ervan is, we weten allemaal, we hebben niet geslapen, we hebben hoofdpijn, we hebben honger, we hebben dorst. Maar als iemand jou ziet, dan zegt hij, subhanallah, wat zie je er goed uit. En jij denkt bij jezelf, hoe kan ik er nou goed uitzien? Ik heb voor mijn gevoel zulke ogen, ik kan elk moment omvallen van de slaap. Als ik nu ga liggen, ben ik weg. Hoe kan ik er nou goed uitzien? Weet dan dat de noord van Allah subhanahu wa ta'ala, het licht van Allah schijnt voor jou af. Geliefde broeders en zusters, het leek mij niet meer dan gepast om vandaag de maand Ramadan met jullie te bespreken. En we hebben hem op vele manieren gehoord. En ongetwijfeld heb ik heel veel zaken niet genoemd die ik had moeten doen. Maar het is wat het is. Allah heeft mij gegeven wat ik jullie heb gegeven. En wij gaan Allah subhanahu wa ta'ala als het in getuige laten zijn van de maand Ramadan. Dat wij natuurlijk, dat hij ons in staat stelt om de daden te verrichten. En dat hij ons in staat stelt om onze gewoontes, die wij hebben, de slechte gewoontes, dat we die tijdens de maand Ramadan, dat we die gaan afzweren.